Er is een nieuwe dierenkliniek in Den Bosch. Wat is er vandaag aan de hand? Nou, vandaag opent Dierendokter Den Bosch de deuren. Dat betekent dus dat we vandaag nog bedacht hebben met een speurtocht, met grimeurs, met allerlei leuke dingen voor kinderen. En even een kijkje achter de schermen waar je normaal gesproken nooit komt. Kun je nu allemaal zien. En vandaag is dus de opening en maandag zal waarschijnlijk de eerste patiënten binnenkomen lopen als het goed is. En wat zijn de faciliteiten van Dierendokters? Dierendokters heeft digitaal röntgen, Dierendokters heeft gastnarcose, hartbewaking. Daarnaast heeft de Dierendokters ook de maximale zorg voor kleine huisdieren. We doen geen grote huisdieren, we doen alleen kleine huisdieren. En deze dierendokter zal ook waarschijnlijk laparoscopisch gaan opereren. Zijn die faciliteiten, zijn die standaard? Nee, de meeste dierenklinieken die hebben wel een aantal van deze faciliteiten, maar het totale bloedbeeld, het totale bloedgassenapparaat, het totale digitale röntgen, het totaal echo, het totaal plaatje, dat zie je niet heel vaak. Dat zie je eigenlijk alleen bij nieuw opgezette klinieken en de kliniek van de toekomst. En jullie doen dus eigenlijk alleen maar kleine huisdieren, dus geen veedieren? Nee, we doen geen grote huisdieren. Je kan maar in één ding goed zijn en daar moet je dan ook goed in wezen. En even kijken, dus wat betreft de faciliteiten. Noem er eentje in het bijzonder. Eentje in het bijzonder is lastig, want het zijn allemaal losse segmenten die eigenlijk onmisbaar zijn. Bijzonder trots ben ik op de bloedgasapparaat en op het digitaal röntgen uiteraard. En de toekomst dat de laparoscopie bij ons via kijkoperaties gaat gebeuren. En zijn jullie onderdeel van een groter geheel? Ja, wij zijn Dierendokters is een franchisegever en Dierendokters Den Bosch is volledig in eigen beheer en eigen vermogen. Alleen wel in het concept van Dierendokters. En uw functie hierin? Ik ben eigenaar. Je bent de eigenaar, maar bent u ook veearts? Ik ben dierenarts. Je bent dierenarts, ja. Dat is een verschil tussen dierenarts en veearts. Ja. Maar zijn er ook medewerkers? Ja, we hebben twee paraveterinairen rondlopen. En de paraveterinairen in het bijzonder vind ik belangrijk dat die in de volle benut kunnen worden. En dat betekent dus dat ze ook infusie kunnen zetten, bloed kunnen afnemen. Gewoon klein consulten doen zoals suikerpatiënten vervolgen, schildklierpatiënten vervolgen, adviezen geven, voedingsadvies. Enfin, een opzomming in deze is een beperking wat onze paraveterinairen kunnen.